spent time out together, but I feel like everybody's trying to play a bit too much. We're still new with our instruments. We want to try stuff out. Let's all play together, but try to make like one long piece that gives everybody some space. Let's try to let some like solos and duos emerge. If you feel like so be aware of what's happening everywhere. Let's try to play less. If you think there's too much stuff going on, or if you catch yourself really getting into it, a lot of it, and then try to be aware of what's going on. And then, we'll play for about, if you can, 15 minutes like this, try to leave a lot of space. And let's try to end by making a drone. So somebody in the group will start playing a long sound. And let's try to all kind of join in to sort of a longer stretched out thing. So the beginning will be kind of sparse, leave a lot of space. And then eventually all reach sort of a state where we're sort of playing these really long sounds. And then once we feel like we're all on that part, let's gradually just fade out. Let's all play together. We need to try to let everybody have their space, their voice, let people have conversations. Thank you.
And then also tonight we have Ken Reno and Gregory Oakes, who have been in residency at Stein for the last week or so. They're working on a new piece called the Tubatronic Clarinet. They're going to be presenting that tonight. So the program is basically going to be a free improv session between Ken, Gregory, and the two teachers from MICA, Jason Sloan and Eric Spengler. Then we're going to have the students perform, and we'll have a break. And then after that, Ken and Greg will perform their piece. I also want to mention that if you'd all like to, please leave a donation by the bar just to help pay for the cost of the space. Thanks for coming. Thank you.
Thank you.
So I managed to do this. Every time we do this, Rosa. Vivian, look. What are you doing? Vivian, look. What is it, Rosa? There's something that the motor. What's the name? En dan gaat hij zo vastzitten. En dan gaat hij zo vastzitten aan iets. I forget. En dan gaat hij zo. Ja, weet je waarom die eraan vastmaakt? Omdat hij dan blijft zitten. En dan blijft hij zitten. Hoe moet je dan proberen? Wat doe je, Rosa? Ik zet hem. Omdat hij. I do this. That I produce two things. I this. And then this is going around. Dan gaat hij heel. Are you making a robot? Yeah. And look, look. You can see what I am looking. You can see what this. Kelsey blue. Yeah. There's electricity. Oh yeah. Electricity. Ja, dan gaat hij zo. Ja, dan gaat hij ook. Ook heel duwen naar mij. Ja, en draai. Ja. Goed zo. Oh, dit is. Dus voelen of je strak genoeg zit? Ja. Dan moet je even kijken of je, of je ze zo van elkaar kan trekken. Als het niet lukt. Nee, kan niet. Nee? Nee. Dan zit hij goed vast. Mag ik het proberen? Oh, het wiebelt er steeds af. Ja, mijn is perfect. Ja. Super! En een wiebel. Oké, Christina, de volgende stap. En nu draait hij niet meer rond, hè? Wow. Hey. Ik neem een van deze. Ik heb een elektrische draadje gekregen. Dan ga je het zien. Weet je wat we doen? Ja, eerst even. Aan elkaar zetten. Dan zeg je zo dat wat we nou hier zo doen. We maken even binnen een hele batterij. En dan kijk je. Ja, nou ongeveer. Dan hou je een draadje voor hier naar hier. En dan zit hij heel goed. En dan opbouwen. Ja, en dan kan je opbouwen. Nee. Ja, dan zat ik ook. Deze gaat naar de batterij. En de andere gaat ook. Oké, jullie twee. Chase, what are you doing? Ja, zo. Ik zal het even heel erg worden. Ja. What are you doing, Chase? What do you? Bij de robot aan het werk. What's the name of your robot? Ja, maar hier heb ik veel van leren. Zo pak dus en aan de motor draaien. Hier zo en aan de motor draaien. Zo. Ik ben klaar, Christina. Christina, ik ben klaar. Ik kom. Ik kom naar jullie. Eerst doe ik deze en dan kan ik hier. What are you doing? Dit is lastig, hè? Wat doe je? Ja, wat doe je? Ja. Wat lang. Ja. Wat doe je, Amos? Ik maak een robot. Ja? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe het? Maak je allebei de kanten vast. What's the number of your robot? Allebei deze kanten zo vasthoudt. En dan die motor. Oh, both of you. Juist. Allebei tegelijk. Dus nu moet je dus zo aan elkaar. Ja. En doe je zo. Eentje naar die en de andere naar die. Ja, ja, ja. Hey. Oh, het is mij gelukt. Oké, okay, nou. Oh, je ja. Okay. Dus nou, hier op de plak op de weg. Mama, ik heb al een tijdje nog steeds fiets. Ik ben gewoon. Doe maar een stukje langer, Charles. Ja, net op de was af. Deze moet je toch zo vast. Zag je die schaar zien? Oh, nee. 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 Nee.
Mag ik de gestrijpte? Maar het ziet er wel mooi uit. Ik kan het ook van maken omdat het er gewoon mooi uitziet. Ik noem hem Mierenmol. Mierenmol. Eerst gaan we luisteren. Het ziet er wel zwaar uit, maar hij is niet. Ja, het is goed joh. Denk je dat ik wel gedrijven? Ja. Ja. Waar gaan we nu met de meer dan? Kunnen we nog drijven? Dat weet ik niet. Ik moet hem instellen. Wil je hem plakken? Wil je hem vastplakken? Kom maar even helpen. Is het een flying machine? Nee. Wat is zijn naam? Luister. Mijn gaat niet rond. Ik kan niet helpen over een Luc, ga je helpen. Ja. Mijn gaat helemaal niet rond. Mijn gaat niet rond. Nee, ja, en had ik net al gezegd. Ja. Moet je even. Ik heb een kan water nodig. Snap je? Nee, maar ik bedoel, het glas waar we zijn niet zo. Ik heb een kan water nodig. Ja, dan loop ik even. Niet zo pijn als ze staan. Ja, want dan als hij zo kan. Ik had het niet zo strak gedaan. Als hij gaat echt vast met een rasselt er mee. Denk je dat ik niet ga rijden? What's his name? Oh yeah. Hey, where's the other one? Wat is het? Mierenmol. Ja, dat is op een mierenmol. Can you turn them on? Okay, yeah. Turn them on. Wow, it's fast. Ik heb een goed idee dat ik dat bereik. Dat is een goed idee. Let him go. Let him go. Jay, who is it? Alien. Ga je hier zo deze J aanplakken en hij is net een alien. Oké. Okay.
That's really tricky. Who you and well, because you put all three, if you put all three diodes going into one block. Yeah, well, look, we can just... So you want to solder all the low stuff first. Wat voor naam zou het zijn als je meer robots wil maken? Dankjewel voor het filmen. Af de dingen! Ja, staat aan. We zijn klaar, jongens. Wat, hoe heet je robot? Ik wil Mierenmoe. En wat is je achternaam? Bouwman. En wat is je naam? Amos. Wil je je robot aandoen en dan op de grond leggen? Dank je wel dat je het had laten zien. Oké, nou hoor. Ja. Hoe heet je robot? Elliot. En wat is je achternaam? Van Versus. En wat is je naam? Jay. Wat vind je leuk aan een robot maken? Als je een robot maakt, wat gaat die andere robot dan eten? Als je nog een robot maakt, wat gaat die dan eten? Dan zou dit een mannetje zijn en die andere vrouwtje zijn. Wat doet jouw robot? Nou, dit is het ruimteschip. En als je dat zo aanzet, dan gaat deze hier tegenaan tikken. Alsof je dan... Kun je je robot op grond leggen en aandoen? Ja. Maar hoe kan je nou andere bakken rijden? Even ophouden. Even ophouden. Christina. Hij doet het zo even niet. Thank you.
Star. Dankjewel dat je het hebt laten zien. Graag gedaan. En je zegt camera rolling. Dat is wat camera rolling. Ja, dat weet ik zo ook. Oké, nu. Hoe heet jouw robot? Oh, je laat je stapje. Hier interviewen, dan ga ik. Hoe heet jouw robot? Robot. En hoe heet jij zelf? Kaasbier. En wat is je achternaam? Lovink. Wil je hem op de grond zetten en aandoen? Ja, maar dat is juist het moeilijke. Doe gewoon. Wat is dit zo moeilijk? Is dat een vraag? Wat doet de robot? Ja, dankjewel om het laten zien. Oké. En nou. Hey.